Ja, in Schaik is al de hele dag collega Birgit Verhoeven. Birgit, ja, 21-jarige jeugdleider zou het omgaan, die opgepakt is. Inmiddels is hij overigens weer vrijgelaten. Blijft wel verdacht, maar waarvan dan? Ja, hij wordt verdacht van het in bezit hebben van kinderporno en het heimelijk maken van beelden van minderjarigen. En dan zou het natuurlijk gaan om jongens die hier bij DHW voetballen in Schaik. En hij zou de beelden dus stiekem hebben gemaakt in de kleedkamer. Ja, maar geen kinderporno dan? Of is daar wel duidelijkheid over? Hij had die kinderporno wel eens in bezit. Kinderporno gemaakt door anderen dan waarschijnlijk. Maar hij wordt er in ieder geval op dit moment niet van verdacht zelf die kinderporno ook gemaakt te hebben. Omdat de beelden die hij zelf gemaakt heeft, daar is geen fysiek contact met die kinderen. Dat zijn waarschijnlijk gewoon beelden die hij heeft gemaakt in de kleedkamer. Oké. Ja, is die jeugdleider overigens nog gewoon werkzaam geweest bij die voetbalclub? Want het is gewoon midden in het seizoen natuurlijk. Ja, hij is in augustus op non-actief gesteld. Toen is er een onderzoek naar hem gestart. Toen heeft de gemeente en de politie met klem verzocht om deze jongen op non-actief te stellen. Dat is toen gebeurd. De club is daar toen niet mee naar buiten gekomen, omdat het nog in zo'n pril stadium was van het onderzoek. Maar nu is de jongen aan het begin van de week opgepakt. Ja, en kon de club natuurlijk niks anders dan hiermee naar buiten komen. Ze hebben een brief gestuurd naar alle ouders. Nou, het nieuws lag op straat, ook hier in Schaik. En ja, dat komt natuurlijk behoorlijk aan. Nou, wat dacht ik? Als je zelf kinderen hebt van die leeftijd en er zou iets gebeuren, zou ik het ook verschrikkelijk vinden dat het op zo'n manier in de wereld gebracht wordt. Dus ik vind het echt heel erg. Ja, dat denk ik toch wel schrikken, ja. Want we verwachten het eigenlijk niet. Nee, helemaal niet, nee. En ook niet bij zo'n vereniging eigenlijk niet dat... Maar ja, ja, je ziet maar, er zijn altijd nog mazen dat het dan nog kan. Ja. Ja, iedereen spreekt erover hier. Ja, wat vind je ervan, van het nieuws? Ja, wel apart. Ik had het niet verwacht. Dat lijkt nergens op. Dat kan gewoon niet. Maar ja, goed. Tegenwoordig gebeurt het. En wat moet er verder dan doen? Gewoon die jongelui gewoon straffen. Klaar. De vrienden van mij zitten wel in dat team waar hij trainer is mee geweest. Maar verder is weet ik niet zoveel over. Die hebben daar niks over gezegd? Nee. Alleen ja, ze zeggen voor de grap, ja, dadelijk ben ik gefilmd en zo. Maar ik weet het ook niet. Maar zijn dat grapjes of zijn ze ook gefilmd? Ja, dat weten ze niet. Ik vind het verschrikkelijk erg. Verschrikkelijk, ja. 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 Echt schrikken? Ja, echt schrikken. Ja, dat zoiets kan. En dan eigenlijk toch wel in zo'n dorp. Ja, dat is erg. Ja, Schaik, eerder vandaag. Wat gaat er nu gebeuren? Gaat de club nog iets organiseren of de gemeente misschien? Nou, de club heeft dus al een brief uitgedaan naar alle ouders. Er is ook een uitnodiging uitgegaan voor een informatieavond voor de ouders en de kinderen van de betrokken teams. Dus de teams waar de verdachte een trainer van was. En ja, die mensen zijn dus uitgenodigd. Die avond komt eraan.